Duitsland staat bekend om zijn prachtige cultuur. Currywurst, slagermuziek, maar misschien wel het absolute hoogtepunt, bier. Ja, en in Keulen hier gaan wij testen waar je nou echt die allerbeste bierervaring kan opdoen. En dat gaan we doen in onze eigen Baksteen Biergarten Battle. En we gaan ze testen op 3 punten, sfeer, personeel en natuurlijk het bier. En de winnaar? Die ontvangt het Baksteen Biergarten Battle biertje. Manova, gaan we echt naar al die biergartens lopen? Zuipen! Daar zitten we dan. Volksgarten. Ja, dat mag je dus niet zeggen. We hebben de foto's op de site gezien. We zouden hier aan een prachtig meer zitten. Nou ja, ik geloof best dat het een mooi meer kan zijn. Maar nu is daarachter een soort klein, griezelig, nucleair meertje gaande. Het nodigt wel uit om te pilsen in de zin van je verdriet wegdrinken. Bananenweidsen en rabarberweidsen. Bananenbier? Zullen we hem gewoon wuiven? Ja. Hoi. Hallo. Where you like to wandelen? What do you mean? What drinks do you want? Oh. We willen. Oh. Ga jij eerst de banaan proeven? Ja. Oh, lekker. Ja? Ja. Vind je dit vies? Of vind je die rabarber sowieso ook vies? Oeh. Echt? Nee. Jawel. Speciaal biertjes zijn getest tijdens voor de ad. Hoezo kijk je mij niet aan als je mij proost? Ik mag je niet. Pardon. Jezus, je hebt niet eens je best gedaan, joh. Jawel. Je hebt niet je best gedaan. Kijk deze biersnoer. Als jij deze zo lekker vindt, kan je hem ook atten. Nee, okay, heb je mij niet, net niet horen boeren? Nee. Kijk, ik vind het halverwege biertje ook niet meer leuk. Maar, waarom doe je het dan, Midas? Dat is het spel. Maar je gaat toch ook geen tikkertje doen als het met een taser is? Dat is toch ook niet leuk? Het snelste atje ooit was door ene Steven Bloll, die een liter bier heeft geat in 1,3 seconden. Wow! Dan kom je hier met al die graafmachines en... Ja, een beetje anticlimax. Leeg, het is echt wel een anticlimax. Ja. Maar in het algemeen geef ik het 2 graafmachines. Ja, ik zie 2 tieten en dat is 1 en 1. Dus dat is voor mij ook 2 sterren. Ik geef het personeel een 3. Omdat het wel een beetje een naar mannetje is. Maar zijn Engels was wel goed. Ik geef hem inderdaad ook 3. Ja. Als laatste, het bier. Het bier. Ja, ik ben echt wel positief eigenlijk hoor. 4 bananen denk ik. Ik denk dat die van mij uit een horeca perspectief misschien... 3,5 rabarber krijgt. En we gaan door. De biergarten draait door. Nou, Mari. Daar zijn we dan. Biergarten. Dat mag je dus niet zeggen. Wat is je eerste indruk? I love it. Toch? De wijk erbuiten is echt fucking lelijk. Zeg maar, het is gewoon zo'n spoorweg en een snelweg. Dus dan denk je, weet ik niet. Maar dan kom je dit hofje binnen. En dan echt alsof je in een ander wereldje belandt. Narnia vibe. Ja, Narnia vibe inderdaad. Ja. Een 2 matbier. Maar dit is without alcohol. Oh, it's without. Oh, then no. We don't like that. And 2 of the beet burger, please. Yes. Yes, thank you. Perfect. Kijk dan. Dit was heel snel. Heel snel. Ja. Dit ziet er echt al veel beter uit. Wat als soms oplichten en dit gewoon hetzelfde biertje blijkt te zijn? Even ruiken. Oh, godverdamme. Oh, het ruikt een beetje naar pis. Ik denk dat je jezelf ruikt. Vroeger in de piratentijd, ze heel hard proosten met elkaar, zodat zeg maar drank allemaal in elkaars glazen vlogen en weet ik wat allemaal. Om er zeker van te zijn dat niemand elkaar vergiftigt. Nou, dat is echt een heel normaal bier. Ja,
Maar wel gewoon lekker. Ja. Klaar voor de act? Nee. Pardon. Wel meer dan net. Je hebt echt zo koude wijnen gedaan. Maar het is meer dan net. Omdat het een veel dunner glas is. Je moet maar met rust laten. Jij hebt wel mensen die één bal hebben. Ik ken iemand die één bal heeft. Ik ben er geen van. Echt? Ja. Hoe weet je dat? Omdat hij dat verteld heeft. Maar wat is hij van jou? Ik zat bij hem op scouting. Dan, dat is te verre afstand om te vertellen dat je één bal hebt. Gaan we kaarten blazen? Wil je dat? Ja, is goed. Oké. Okay. Waarom klinkt het bij mij als een olifant? Nu lukt het er niet. Ik kan gewoon toch... Waarom kan ik... Okay. Dit is er nog eentje hoor, dit is er nog maar één. Dat was letterlijk een slok. En je spuugt hem terug. Ik hou niet van bier. Oké. Sfeer. Ik vind het hier echt leuk, omdat ik krijg het meest het gevoel alsof ik in Spanje ben. In Spanje? Ja. Het enige minpuntje is dat er een lijk op het dak ligt. Ja, maar ik vind de kippen aan de muur overal wel ook echt heel erg schattig. 4 van de 5 kippenkoppen. Ook 4 van de 5 lijken op een dak. Personeel. Echt heel leuk. Ze hebben ons goed geholpen. 4 van de 5 sterren. We doen deze keer gewoon sterren. Nou. Daar sluit ik me volledig bij aan. Als laatste, een bier. Ja, daar gaan we dus wel even kelderen. Wat mij betreft hadden ze eigenlijk gewoon hetzelfde biertje in 2 aparte glazen kunnen bedienen. En ik had het niet doorgehad. Nee. Maar voor mij was het wel de eerste 2 slokken. Dacht ik wel, oh, prima pils. En dat is voor jou doen echt iets positiefs. Dat is echt iets bijzonders. Ik zeg 2,5. 1,5. Pam, pam, pam. Oh nee, kut. Nee, dat is pas na de derde. Door naar de volgende. De laatste. Zo, die bank flikkert bijna. Ja, dat mag je dus niet zeggen. Bierkarten 3, de laatste. Hoe gaat het met jou? Alcoholgehalte. Ik ben sowieso een beetje zwakzaad, dus niks doet al veel met mij. Ik denk dat wij in verhouding nu ongeveer hetzelfde zijn. Want jij bent zwakker zaad, maar je hebt ook minder gedronken. En jij hebt zwakker zaad. Ja, jij hebt geen zaad. Oké, allereerst. Ik vind het echt, toen we hier binnenkwamen, fucking leuk dat je aan het water zit en mooi overkijkt over de Rijn. Ja, volgens mij zit hier alleen dus wel zelf je drank halen. Echt? Oké. Okay. Daar zitten we dan. Het ons eigen... Jezus. Hey, hoe vond jij het personeel daar? Ik vond ze wel gezellig. Ze waren een beetje verlegen van de camera, maar ik denk dat ze een soort van, als die Cammy er niet is, heel gezellig zijn. Ja, want ze waren sowieso vriendelijk, dus op zich daar wel positief over. Nu het bier. Als eerste een eigen gebrouwen biertje, het Hel-biertje heet het. Okay. Nou, proost. Hoorde je dat? Mijn tand, jongen. Gaat het? Oh, mijn tand. Het voelt echt niet goed. Jongens, er is echt een stukje afgelopen. Ja? Ik meen het. Ik hoop dat je verzekerd bent. Oké, maar de smaak, ondanks dat mijn tand is afgebroken deels. Ja, hij is prima. Maar ik vind hem niet speciaal. Het is niet super speciaal. Het is niet het rabarberbiertje. Het is niet het bananenbiertje. Maar laten we nu even het afte doen. Ja. 3, 2, 1. Pardon. Ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Dit was echt het grootste biertje ook tot nu toe. Je hebt echt dit gedronken gewoon. Ga jij even de fles wodka atten? Pak, sla dat nou. Dat vind jij toch ook vies? Ja? Ja, nou dan. Ik vind bier toch vies? Wist je dat mensen een angst hebben voor lege glazen? Die angst heet... Cenasalifobie. Zeg ik het goed? Cenosilicafobie. Maar wat is het? Oké, okay, nou vet. Sfeer. Echt wel een groot minpunt. Het is niet echt een kaart. Ik krijg niet die
Ik ben gezellig knus in een gartentje. Het is meer een biergarté. Waar zulke hippe kut-Amsterdammers komen. Drie Amsterdamse kut-hipsters. Ik zeg voor het bier 3 gebroken stukjes tand. Ik geef het ook 3 gebroken stukjes tand. Oké, personeel. Wel leuk, maar kijk, ik ga toch dan zeggen, ik vind het ergens wel een minpunt dat je niet, zoals bij die andere, werd je echt op je wenken bediend. En het is ook niet alsof je het meteen krijgt of zo, weet je wel. Dus nee, ze zijn wel kalm. Ze zijn kalm. En dat is iets goeds, want je kan kalmte goed uitstellen, maar het is ook iets slechts als je snel je drinken wil. Precies. 2,5 mutjes, want de barman heeft een muts op. Ik geef het personeel 2 stepjes. En daarmee denk ik dat we een winnaar hebben. We zien onze ober al. We zien de bediende. Die we de prijs gaan uitreiken. Zij heeft ons fantastisch geholpen vandaag, want zij verdient het ook echt. Hello, we're back. Back again. We visited a lot of beer gardens today. Oké. And we watched and we looked what's the feeling, how are the people, how's the beer. And we rated it. And now we have decided who is the best beer garden. And you won the Bakstein Beer Garden Battle Beer. Because you are the best beer garden of Keulen. Thank you so much. We love the dead body on the wings, we love the chicken. This happens when you're not paid. How do you feel? Amazing. Very precious. Then congratulations. Enjoy. Thank you. Your evening. Thank you so much. You too. Thank you. Okay. Bye-bye. Nou, daar was ze blij mee, daar toch? Blij we hebben echt iemand blij gemaakt. We hebben onszelf ook blij gemaakt, want ik heb een fantastische ervaring gehad bij al die biergartens. Het was hartstikke gezellig. Er waren zeker minpunten. Ik had het liefst al mijn tanden gewoon nog heel gehad. Je kan niet alles hebben in het leven. Je kan niet alles hebben. Maar wij zijn blij, we hebben genoten.